One, two, three, four! De eerste keer dat ik in ieder geval ze zijnde als de schizo zag, is dat ze gewoon met z'n vieren in één keer of met z'n vijf op straat liepen op een donderdagavond gezellig. En ze viel eigenlijk ook omdat de kleding zo erg extreem was. Het was heel wild, maar toch een hele mooie tijd. En het, ja, het ging natuurlijk kapot, maar ja, het was een hele mooie tijd. Helemaal wild van muziek wel. Wild van punk, rock and roll. Mm-hmm. Ja, ook een beetje zo leven wel. Veel blowen ook. Ik was met Rijn, die zei maar met de jongens naar Blanco ging en feestvieren. Maar ik was ook nog degene die vaak zo werkte en degene die huisvader was. Dus ik had zo mijn levens afpad. Dus hij moest ook een gegeven moment een keer spij gaan lopen. In 2007 zien Despo Christel, René Timmer en Reini Hummel elkaar terug in Jeugdsoos Blanco in Emmen. Ruim 20 jaar daarvoor was dat de plek waar de drie plannen maken voor hun band de Schizo's. Het is het begin van een periode Live Fast, Die Young. Wat overbleef zijn veel verhalen en één LP, Bad Image. Met de Schizo's hebben we hier 4-5 keer denk ik wel. En we hebben één keer hebben René en ik weet niet of René erbij was, hebben we alles gesloopt hier. Toen hebben we heel veel gezopen en toen stond er een meisje achter de bar en het was, weet ik niet, 1:30, de tent ging dicht en wij allemaal dronken. En René die hing over de taps, allebei de taps los, overal bierglazen pakken en maar tappen. En zij wist niet wat ze moest doen, zij vegen zo. Dus het werd al erger, dus wij hier alles kapot, al die glazen, joh, hey, daar zit de stroom. Nou, brandslang erbij, spuiten en toen, ja, die hebben we toen kapot gesneden. En toen, ja, toen ben ik weer geschorst. en toen kwamen we na 3 maanden, toen moesten we hier optreden om de schade te betalen, weet je dat nog? We hebben hier een optreden gedaan omdat er 1700 gulden schade hadden of zo. En ik stond hier altijd, ik had standaard schorsing hier. Als ik een deur binnenkwam, kwamen ze eerst dan 4-5 mannen. En nou, jij niet. Ja, ik weet het nog hartstikke goed. Dat was namelijk, je had de jongerenvereniging De Kluft in Angerslo toen. En daar speelden zij. En er speelde nog een bandje waarvan Marlon, onze drummer, weet je wel. En ik met Theo, de drummer van Jimmy Shelter, daar naartoe gegaan. En toen begonnen de Schizo's. Ik schrok me wild. Ik dacht, wat gebeurt hier nou dan? En ik had eigenlijk niet zoveel met punk te maken gehad in die zin. Ik kan de Sex Pistols wel een beetje. Maar toen zag ik René, Despo en Reini, die gingen echt van God los. Dat was echt gek. En toen merkte ik aan een bepaalde manier van gitaarspelen hoe René dat dan deed. En ik dacht, Jezus, toen ging er een wereld voor mij open. Weet je wel? Gewoon hartstikke goed, hartstikke energiek, klaar. Wat ik echt heel erg bijzonder vond aan de Schizo's, dat ze zich gewoon niet van de wijs lieten brengen. Ook al waren er mensen van, joh, leren vak of wat dan ook, hè, die er niks in zagen. Ja, het was puur de energie. Als je ze eenmaal zag spelen, dan... Nou, als je er wat mee had, dan kon je er ook gelijk veel mee. Want er zat zoveel in. Voor mij was Despo's een idee, hoor. Als ik het zo... Schizo's
dat vond ik. Toen woonde ik nog in Groningen, toen had ik al de naam van Schizo's. Dat is een naam van een band, joh. Dat is het helemaal. En ik ging, als ik in Emmen was, ging ik altijd naar René en naar Reinie dan. En dan, dan hadden we het er een keer over gehad. Van ja, zullen we samen een keer een band doen? Ja, oké, dat doen we. En op een gegeven moment kwam ik in Emmen wonen. En toen ging ik veel met René om. En zo is het eigenlijk gelopen. Ja, de Schizo was ontstaan in 86. Mm-hmm. Op een gegeven moment zag ik René een keer spelen. Die is met Despo aan zijn optreden in de Zuidoosthal. Ja. En toen zei ze Jan. Hubert. Jan Hubert was van drummer. En ik vond het helemaal niks. Ik had natuurlijk al jaren met René gespeeld. Daarvoor in de box. En daarvoor aan een band coverage van Status Quo. En Easy Deasy. Dus ja. Ik vond het helemaal niks. Dus ik heb gewoon op een gegeven moment Jan Hubert zijn drumstel pakt. Die zat toen een pand vlakbij Blanco. Ben ik gaan drummen. Dus Jan Hubert had in feite toen ik bijna niet verteld, zat niet meer in de band. Cool. Dus ik ben daar gewoon bij van drum. En hij wou heel veel 16e maart. Wat is dit dan? Godverdomme, nee, dat werd niet. En toen hebben we één keer met hem opgetreden. En toen hebben we gewoon gezegd, nou, we gaan uit elkaar, joh. Dat wordt niet meer. Nou, dan ben ik later. Hij woonde drie huizen van mij. Ja, dan ben ik later. Zeng, hè? Ja, kom. Een week later komen we naar Nederland met een gitaar. En Jan die loopt buiten. Wat ga je nu doen, joh? Ga je nu repeteren? Oh, dan kom ik wel even met mijn drumstel. Nee, bij mijn Reinie. Nou, dat was ook voorbij. Ja, sindsdien was het, dat was eigenlijk, het is wel gewoon zo. Het was wel in één keer heel snel, heel goed. Ja. Echt. Het was, in mijn ogen is het echt na de opname van die LP gewoon fout gegaan. Want wij werkten allebei, of alle drie werkten we, weet je wel. En we moeten een LP opnemen, joh. Nou, helaas, wat was het? Muziekkrant horen of weet ik van wat. Hier, 5000 LP's, 10.000 gulden. Hup, wij naar de bank, waren allemaal vaste baan, ja. Ja, geld lenen, joh. Nou, wij twee, 500. Ja. 500 LP, 500 LP's. En, nou, wij naar de bank allebei, 5000 euro gulden geleend en naar de studio en de studio hebben we betaald. We loon hadden we, we kregen vakantiegeld die maand dat we de studio in gingen. Dus we hadden bakken geld en we zaten 20 kilometer van Rotterdam. Dus ja, er werd alleen maar gescoord. Eerst scoren, naar de studio. Na de studio, weer scoren. Partyen, weet je wel, tot 2-3 uur s'nachts. De studio was in Vuren, was vlakbij bij Rotterdam. En in Gorinchem stonden wij voor mij op een camping. En daar was het dan vlakbij wel. En wij hadden ook een caravan. Die stond daar, die weet ik eigenlijk helemaal niet hoe dat dan kan. Van weer gehuurd of dat die van de familie van Desco of zo was. Of, ik weet het niet. Maar wij zaten in ieder geval in een caravan met z'n allen. Dus dan gingen we naar de studio en daar gingen we. Daar kwamen we binnen en dan wisten we al wat we gingen opnemen. En we waren natuurlijk allemaal in de adrenaline kick. En dan kwamen we binnen en dan was het van en ik ben Jaap, ja. En we zijn de Schizo's en we komen hier M. En mooi man hier, wow, wat een mooie studio. En we vonden het allemaal fantastisch, ja. Voor het eerst in de studio. En weet ik veel, alles, ja. Relaxe ruimtes, nou, daar hadden we niet van gehoord, weet je wel. En we gingen naar binnen en opnemen. Met sommige nummers hebben we daar ook nog wel bedacht wel in die caravan. Want toen wij naar de studio gingen, ik geloof dat ik... Ik had drie nummers, die waren af. En de rest had ik allemaal stukjes tekst. En zo met de teksten, dat is ook s'avonds in de caravan zaten. Dan zaten gewoon alles aan elkaar. Ja. Oh, dit is ook wel mooi. Oh, en dat past mooi in die tekst, ja. Oh, dus we waren s'avonds wel bezig, maar ook... Met maar gewoon zeg maar alle drie zo lijken als een deur, weet je wel. En we maken natuurlijk gezamenlijk een grote puin van het dorpje zelf. Maar ik was meer ziek van een dood dat ik liep over het hele dorpje doen nog gekost. En voor de rest was het alleen maar pier, feestvieren. En het opnemen was een bijkomstigheid op dat moment. Want ik geloof dat mensen veel geld opgemaakt met mijn drugs. En daar hebben we dan opnames even gekost. Het was elke dag feestvieren. We hebben eigenlijk drie dagen, zoals ik me herinner, hebben we drie dagen
opgenomen, maar we kwamen altijd om een uur of 11, 12 kwamen we altijd aankakken. We hadden de studio van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. Maar ja, wij natuurlijk party, weet je, uit de studio, yo, wat gaan we doen? Uit eten, het ene restaurant in, niet tevreden, gaan we naar een ander restaurant, want we hadden de zakken vol met geld, weet je. Toen zijn we, ja, 's morgens om 11 uur wakker geworden, wow, we moeten naar de studio. Ja, nou ja, naar de studio en dan pas van 12 tot 6 opnemen. En de derde dag, denk ik dat het was, of de tweede of de derde dag, hebben we My Pretty Girl. Die hebben we 26 keer opgenomen, volgens mij. En dan steeds ergens in het nummer, midden nummer, bijna op het eind van het nummer, dan brak die het af en dan zei hij van... Nee jongens, jullie zweven. Ja, het was later, dan gingen we de LP afmixen. Dan moesten we ook allerlei aannemen wat soort muziek mee en al, hoe je het wil hebben klinkt. Ja. Maar dan hebben we sowieso van één LP van met hetzelfde. Er waren de Sex Pistols, Nevermind the Boys en de Cult, Electric. Oh, die Cult. Ja, dat was het. Ja, ik wil... Maar toen was het ook al zo van, we kwamen en we hadden ons wel te gek, die kan wel en eerst een beetje drugs. Ja, eerst doodscoren. Ja, dat heb ik niet meegemaakt. Zo. Want ik dacht, dat was te gek, een beetje doodscoren en dan gaan we daar even met die OP bezig. Maar wij zoeken en het adres waar we daar wisten, dat was niet. Dus dan was ik was in die tijd zo'n herbal, dan was hij dood en dan is de rest ook weer zo'n scheid. Ondanks heftig feesten en scoren komt er uiteindelijk in 4 dagen tijd genoeg materiaal op band om Bad Image uit te brengen. Het zal de enige LP van de Schizo's worden. De plaat gaat daarna een heel eigen leven leiden. Hier bestaat 21 dozen. Zie, 515 stuks grammofoonplaten. Die hebben we toen opgehaald uit Heemstede. Dit is de vrachtbron van de LP zelf. Eerst zijn die LP's gekomen en toen zaten ze allemaal in een foute hoes. Die waren in het negatief gedrukt. Omdat ze bij de platenfirma het niet gezien hadden of het nou negatief of positief was. Dus zij dachten van, oh, dat is een negatief en we moeten hem andersom, we moeten hem positief drukken. Dus het was fout, want het was al positief, alleen heel naar zwart-wit getrokken, hè, was het. Volgens mij, nee, ik weet niet, eentje uit Sleen heeft een foto gemaakt. Ja, een vriend van ons, zijn vader, heeft het weer bewerkt. Die heeft de hoes ontworpen, zeg maar. Ja, en alles erop gezet wat wij wouden, make us millionaires. Ik heb hier bijvoorbeeld de LP van de Schizo's. En origineel, zoals het bedoeld was, was het met de zwarte achterkant. Dat is dus deze. Zo was die bedoeld, maar we kregen ze hem zo. Met de witte achterkant. En eigenlijk was dat niet de bedoeling. Dus ja, er zijn toen diezelfde middag nog wel wat woorden opgevallen. Maar ze gingen er niet mee akkoord, omdat het heel duidelijk ook op papier niet de afspraak was. Toen zei die man van, ja, wat moet ik nou dan? Ja, en toen zei die jongens ook van, ja, steek maar in je reet, kan mij dat verschillen wat je ermee doet. Maar hier ga ik niet mee akkoord. Die valse persing, die hebben mij gewoon gehouden, die gaan met mensen mee. En een bijzetje met songteksten erin, met foto's van ons. Ja. Dus dat is wel zeggen, zie je een paar... We kregen gewoon 500 nieuwe hoesen. 500 nieuwe hoesen, ja. Ik kreeg 500 nieuwe hoesen. Ja, zwart. Ja. Ja, dit is de LP-presentatie. Ja. Dat was hier een blauwe, ja. Ja, kijk, je kan het bijna niet zien. Jan, je had heel lang een plak met rode zorg bij. Dat is gewoon haapjes. Na ongeveer 3 jaar viel de band vanwege diverse gezondheidsproblemen uiteen. En
En die jongens die kwamen uit de studio terug. Die waren, hadden daar 3 dagen gezeten of zo, of iets langer, weet ik niet meer precies. Maar die hadden de plaat nog natuurlijk niet bij hun, maar wel de moedertape, zeg maar. Een cassettebandje was dat geloof ik toen. En ze kwamen dol enthousiast de jongenvereniging binnen springend bijna. En Despo zette gelijk het bandje op achter de bar. En toen hoorde ik ineens de Schizo's met een eigen repertoire. Met hun eigen liedjes. En daar hadden we wel eens over gehad, maar ja, die jongens die hadden dat toen gelijk doorgepakt in de studio ingegaan. En daar was die plaat. Nou ja, toen nog op de cassette. En het duurde toen nog maanden voordat die plaat werkelijk geperst was. En toen hebben we samen met onze Rolling Stones coverband, die Jimmy Shelter, nog in het voorprogramma gespeeld op de LP-presentatie van de Schizo's in Blanco. En dat was ook legendarisch eigenlijk. Ja. Die affiches die ik voor ze gemaakt had, dit zijn wat kleinere exemplaren. Ik heb ze ook groter. Deze zwart-witte die zaten overal in de omgeving in de buszakjes. En deze gele die zaten in het centrum zelf. Dus waar de meeste mensen lagen kwamen, had ik ze in het geel gedaan om wat meer op te vallen. En in de buitenplaatsen, was ook nog niet zo duur, kwamen ze in zwart-wit, in Groningen en hier tot aan Zwolle aan toe, dat net gelijk waar je zo was, bracht je ze snel rond, ook al in het groot. Ja, en dan de avond zelf. Spectaculair, echt spectaculair. Echt, vanaf begin tot einde, het was gewoon hartstikke spelen. Komt voorbij. Het gaat zo snel, hè, zo'n dingen. Het vliegt voorbij. Ja, ze waren nog maar net los en ik was net terug in de zaal. En toen op een gegeven moment keek ik ook om. Ik kreeg wat complimentjes her en der zo om me heen. En ik keek om en toen dacht ik van, oh jee, dat het lichteffect. Even snel dat lichteffect aan doen. Daar had ik eigenlijk zo mooi uitgedokterd. Dus ik ren nog weer terug het podium op. En ik wilde de stekker ervan in doen. Toen zag ik, ja, twee dezelfde snoeren, twee exact dezelfde stekkers, waar ik helemaal niks van begreep. Want ja, één is van mij, maar van wat was dat ander? Dus ik dacht van, nou ja, oké, ik heb niet voor niks gebouwd. Dus ik drukte de stekker erin, maar er gebeurde er niks. En toen wou ik de andere erin doen, toen trok ik die eerste eruit. En toen was het een hengst en een knal. Bang! En toen was het gebeurd, toen was het doodstil. Toen was er een keer Reinie nog akoestisch op zijn slagwerk en de hele tent die was aan het gillen en dus het was vrij spectaculair, maar dat was natuurlijk ook niet de bedoeling. Wat is er met die platen gebeurd? Er is een stapeltje gegaan naar LP in Groningen en in Muzifon, die heeft heel wat van me verkocht. Dat verkocht ze bij Altrezen en de rest is voor mij naar Boeddhist gegaan ofzo, niet Boeddhist. In Amsterdam? In Amsterdam. Dat is een hele stapel en daar heb ik verder ook nog eigenlijk wat van wereld. Dus ik weet ook niet eigenlijk het... En wat me daar LP is, dat ruilde ik gewoon met mensen. Wat zei je dat? Die ruilde ik gewoon met mensen. Als ik zeg maar LP zat, die ruilde ik voor dope. Dus daar zijn er sommige mensen die hadden dan 2 of 3 of 4 LP's. Want het was op een gegeven moment gewoon wel goed voor ons. Ze stonden in ieder geval bij mij thuis en als hij LP's nodig had, dan kwam hij langs en zei ik moet LP's hebben. Ja, is goed joh. Ja, want het was ja ons geld, dus als hij die LP's meenam, nou is goed, ja, het geld dat is, maar dat was dat voorgeschoten zelf, dus ja, dat geld dat maakt eigenlijk niet zoveel uit allemaal. Een grootste deel van de LP's is er weggekomen toen, die stond bij Despo aan huis en die had schuld bij de woningstichting. En toen ging ze op een gegeven moment beslag leggen op zijn inboedel en daar zijn die LP's ook bij, veel. Er was toen nog ECW, dus nu Wooncom. En ik weet niet wat... En het is lang geleden, in 1937, hoe lang is dat geleden? Ja, dat is 20 jaar geleden. Ja, het was april 87 of zo hebben we die LP opgenomen. Dus ik, toen ze dat in beslag hebben genomen, was 88 denk ik. Ja. De LP's zijn verkocht en
Ja, dat was ik zelf vergeten. Ik had er dus een heleboel nog in huis staan, zei René laatst. En ja, ik ben zelf naar Amsterdam gegaan om te werken. En toen ben ik daar gebleven. Vrienden van mij zaten in het huis en de huur werd niet meer betaald. En het huis is leeggehaald. De LP's zijn waarschijnlijk gewoon vernietigd, denk ik. En ja, die zijn weg. Alle LP's, alles weg? Ja, behalve een vriend, Karel Roberti, die heeft toen LP's gekocht en die kan ze nog hebben. Zal ze nog hebben. Heeft ze nog. Die heeft toen van mij een keer, ik weet niet eens meer hoeveel in die doosje zat, maar 25 of zo. Ik ben gewoon helemaal niet zo. Maar die heeft toen, die had een stuk of 40 of zo LP's overgenomen. Die heb ik toen voor mij aan hem verkocht of zo. Voor een vriendenprijsje. Ja, weet je nog hoeveel? Nee. Ik denk dat ik gewoon, wat kost een pakje. Ik denk dat ik ze zo verkocht heb, van ik had geld nodig wel. Dus ik denk dat ik ze zo verkocht heb, die LP's. Ik heb me niet, en met Karel sowieso, ik heb me helemaal niet aan, dat we een prijs springen al zoveel per LP. Nee, zo ging dat niet zo. Ja? Goedemiddag, wij maken een reportage over de punkbende Schietzo's. En we hebben begrepen dat wellicht hier ergens nog LP's liggen van de Schietzo's. En ik zou graag even bij u binnen willen komen. Ja, dat kan wel. Ja, dat klopt ook hoor, wat je zegt. Oké, okay, ik heb wel een paar plaatjes van de Schietzo's liggen, ja. Oké. Okay. Ja, zal ik eventjes... ik woon op 174, de tweede verdieping. Akkoord. Oké. Okay. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Roberti? Ja. Gerrit Miedema. Goedemiddag. Ja? Oké. Okay. Maar via zijn we erachter gekomen dat ligt ergens in Bargeres nog een LP zal liggen. En misschien wel meerdere. Ja, want ik heb een heel doosje zelfs. Een heel doosje? Ja, verdomd, dat is niet waar. Nou, die zou ik heel graag willen zien, want daar zijn we echt heel benieuwd naar. Ik zal het gelijk pakken. Want ik... Die ligt er al jaren natuurlijk, hè? Dat begrijp je wel. En hoe komen die daar? Die heb ik eens een keer gekocht van René. Twee doosjes voor heel weinig geld, want René echt poen nodig. Weet je wel? En één doosje, dat heb ik eigenlijk zo'n beetje helemaal uitgedeeld, zeg maar, aan kennissen van. Want ik heb er nooit één verkocht of zo, hoor. Altijd uitgedeeld. Weet je wel? Mijn vrienden, jongens. Kijk maar, ik zeg maar. Het is al open geweest, een doosje. Ja, hier. Hey. Ja. Maar er zitten er veel meer in. Een doosje. Ik weet niet hoeveel erin zitten. Ik heb er twee gehad. De tweede doosje, weet niet of dat helemaal vol was. Maar omdat ik heel veel kennis heb natuurlijk. En dan kom je daar weer eens te sprake. Dan neem er maar eentje mee, weet je wel. Ja, zo gaat het. Het is origineel, ongespeeld, niks. Ja. Weet u wie op die foto staat? Ja, ik ken ze alle twee. Dat donkere meisje is Inge, dat weet ik nog. En dat andere, dat blonde meisje, ik ken dat wel natuurlijk, maar ik weet haar naam, zou ik echt niet meer weten. Dat weet misschien René. Despo zal dat wel weten. Ja, precies. Dat was meer de man van de vrouw, zeg maar. Ja, ja. Ja. Die weet dat beter. Ja. Ik kom af en toe nog wel eens tegen, Karel. Ja. Is toch, ja. Een soort vriendschap wel met Karel. Karel die wordt 64, geloof ik. Hij speelt zelf een basgitaar nog. Hij speelt ook nog samen met een bandje in Koevorm. Hij speelt basgitaar. Ja. Een vriend van de band? Ja. Toen? Ja, hij was gewoon... hij was er altijd bij. Hè? Hij was ook een beetje stemmingmaker altijd, hè, bij optredens. Hij was er altijd bij. En, ja. Een nodige schetsels. Een beetje mensen opvorken en zo. Ja, hij hoorde er gewoon bij. Hoor. Die jongens die maakten muziek kennen. Nou, vond ik ook hartstikke interessant van ze, weet je wel. En ik vond ze goed. Maar waarom vond u ze zo goed? Nou, eigenlijk omdat die jongens hele simpele knapen zijn. Hè? Zeker René en Reinie, heel simpeltjes. En dat ze toch een... Van één of twee platen die ze vroeger hoorden, hè, dat dacht, nou, kan ik zelf ook. En dat hebben ze zelf ook gedaan. Ook. Ja.
Hey, René, die heeft bijvoorbeeld, dat weet ik wel, heeft hij mezelf wel eens verteld. Als kind zijnde, zeg maar, als jonge jongen, zat hij dagenlang te oefenen, zeg maar, op een gitaar met 2 of 3 snaren, zeg maar, om dus goede, elementaire grepen razendsnel te kunnen spelen, zeg maar. Ja. Ik bedoel, dus niet ingewikkelde melodieën en zo, maar gewoon razendsnel durven te kunnen en pakken en zo. En ook dat ze dus het lef hadden, vooral dus wat ik erg mooi vond, dat hij lef had om het geluid het werk te laten doen, zeg maar. Van een van de optredens van de Schizo's is beeld en geluid bewaard gebleven. Een gedenkwaardig optreden in Simplon in Groningen. Ja, ook kleine stukjes wel, maar ja, gewoon een optreden hoor. Het was gewoon van tevoren al een feest maken wel. Nodig aan drinken en roken en gebruiken. En dan probeer je er iets van te maken. En simpel, ja, toen. Ik weet nog wel dat we toen Despo en ik hadden een camper gekocht, zo'n Ford Transitje. Nou, daar zaten we dan in, wel een beetje te zuipen en te roken. Een beetje aanhang erbij ook nog. We waren met een bus en we hadden wel een hele hoop junks bij ons eigenlijk. Het was allemaal. Het ging allemaal om dope eigenlijk wel. Ook om de opname voor ons, want we kregen de videoband. En reiskosten, zoiets kregen we. En vrij drinken waarschijnlijk. En hebben we vrienden meegenomen en voornamelijk was het toch wel uit de dope scene. Een vriend van ons die had daar zijn bekende zitten. Maar het was wel een mooie optreden. Maar op zich was het wel een goede optreden. Dat was geweldig. Ik vond het vooral die fantastisch. Ja. Dat kwam natuurlijk bij de eerste pret gaan voor de tijd. Dus. Maar dan zie je de eerste beeld van de video. De opname was gewoon heel goed. Tenminste, wat ik me daarin. Volgens mij is het ook heel strak. Alles was gewoon strak, strak gespeeld. Ja. Want daar ging het allemaal om. Ja. In het begin hebben we ook wel gehad. Weet je nog, dan speelden we daar aan het spoor, hoort dat? De jeugd. Dat was een octopus. Octopus, dat speelden we. Nou, toen hadden we gezogen. Nou, er werd helemaal niks. Weet je nog? Nou, alles was weg, hele strakheid was weg. En toen hebben we ook echt afgesproken, we gaan niet zo. Al het andere mag, maar er wordt niet gezogen. Want dat trekt de hele strak uit de ruimte. En toen hebben we dat ook echt zo wel volgehouden. De waterpontang die werd eigenlijk gebruikt volgens mij om het drumstel op te bouwen van Reinie. En die stak nog in zijn kontzak. Maar dat is wel mooi, want iedereen die heeft het er. Hier René Wimmer, zijn waterpontang. Vroeger al, toen we die video net hadden, toen was het natuurlijk hier. René Wimmer, zijn waterpontang in de zak. Maar voor de rest is het eigenlijk niks. Het is raar, het ziet er raar uit op het podium. Maar dan hebben we allemaal zo'n rebelvlag en dat viel mij ook op. Want nou heb ik dat niet meer, omdat het toch wel een beetje te rechts gebruikt wordt. Maar toen waren we altijd heel erg met rock and roll bezig. En dat viel me wel op. Strak, hè, eigenlijk. Heel strak. Ja. Ja. Ja, mooi hoor. Mooi. Toch weer een keer spelen, mensen. Basgitaar en de gewone gitaar, allebei Gibson. Een Gibson Firebird en de basversie van die gitaar heette dan de Thunderbird. Ja, vooral achter. Ze waren van Erik en Willem Reitsma. Erik is een bassist en Willem gitarist. En ik heb, toen werkte ik ook nog bij Axo, toen heb ik die gitaar voor 2000 gulden van Willem gekocht. En Despo heeft die basgitaar voor 2000 gekocht.
Ik had een hele goede, was een, ja, goede elementen erop en zo. En keihard klonk die gewoon. Ja. Waar zijn die gitaren gebleven? Heb je die nog? Nee, ik heb mijn eens bij het Pandjeshuis ingeleverd. En nooit jouw basgitaar? Ja, ja, ik had het geld nodig. Om naar het werk te gaan, zeg maar, aan het werk te gaan. Weg uit Emma. En toen heb ik hem ingeleverd bij het Pandjeshuis. Maar nou, dan haal ik hem dan weer op. En dat is niet geworden. En dan heb ik een imitatie weer gekocht. Later, 2 jaar later, nou 3 jaar later. Heb ik een, ja. Het is wel een Gibson, maar hij is van Epiphone. Maar het is niet dezelfde. Helaas. En de andere gitaar? En die andere gitaar, die van René, die is verkocht aan Marco Gering. Ja. Die, ja, Marco Gering die heeft hem nog steeds. Ja. Denk ik tenminste, ja, die heeft hem nog steeds. Ja, hier, hier dit is die gitaar, de Firebird. Gibson Firebird. Hoe kwam die nou op die hoes terecht? Want... Nou ja, die jongens die hadden toen... je hebt nog een broertje hiervan, dat is namelijk de basgitaar, de Thunderbird. En dit is de Firebird, de gitaarversie. En die hadden ze toen aangeschaft. En dit is de originele gitaar die op de hoes werd gebruikt van, ja, Bad Image. Sterker nog, deze gitaar heeft volgens mij, weet ik niet helemaal zeker, want in de studio gebruiken we natuurlijk meerdere gitaren. Maar volgens mij heeft René met deze gitaar heel veel nummers opgenomen van Bad Image. Van Bad Image. Ja, hoe schuil dat? Ja. Ik zou, ja. We reden rond zo, ja, we moeten ja, gebruiken. En volgens mij kwam hier Blanco bij Marco Sonja aan de bar. Ik zeg, hé. Hey, want ik weet, Marco vindt die Gibson Firebird een mooie gitaar. Ja. Dus ik zei, wil je een gitaar kopen, joh? Ja, wat moet je voor hebben dan? Dus wat zei je voor mij? 1100 gulden of zo. Ja, maar ik heb niet zoveel geld. Dan hoeveel heb je? Nou, als ik bijvoorbeeld 50 gulden had gehad toen, ja, dan was het ook goed. Nou, geef me eerst maar 50. Waarom? Zo heb ik hem verpast. Ja, zo heb ik al meer gitaren verpast. Goh, ik had in die tijd ook veel gitaren, hoor. En, ja, ik had ook mooie gitaar, maar op een gegeven moment dan leef je zo af, ben je in zoverre verslaafd, zeg maar, dat dan heb je ze aan de muur lang niet gitaar en kijk je zo van, nou, dat hangt ook nog wel 700 gulden, maar die is misschien ook nog wel, dus alles, je ziet dan geen gitaar meer, maar je ziet gewoon geld in een andere vorm. Dus een zo noemen, ja, dan is het makkelijk wel, makkelijk, ja. Je doet het makkelijk van de hand. Achteraf denk je wel eens over nadenken. Ja, een bepaalde dingen wat je wegdoet, krijg je nooit weer. Hoor. Dus ja. In 91, 92 begonnen die jongens, al 93 zelfs, het eerste plaatje, deze, als kick op te nemen. Ja. En ik weet nog dat Daniel bij mij op visite kwam om te vragen of hij deze gitaar mocht nemen. Ik zeg, natuurlijk, joh, altijd. Ik bedoel, je helpt elkaar. Dus, ik weet niet precies welk liedje hij mee, volgens mij naar Huus, een liedje van Skik, heeft hij slidegitaar mee opgenomen. Slide, dat is een buisje, met een klein beetje les erbij. Nou, van dat ding verkopen, ja. Waar je spijt van hebt, omdat je ook op, ik heb ook dingen verkocht die niet van mij waren. Dat is erg. En ook ja. Maar natuurlijk heb je er spijt van wel. Want kijk, als je een mooie Gibson Les Paul hebt, uit bepaald jaar wel, van begin 60 jaar of zo. Ja, dat is toch iets eenmaligs wel. Dus ja, als je dat wegdoet, krijg je dat nooit weer. Hoor. Nee, maar dan vind ik, dat was zo'n, de band, dat was zo'n cliché verhaal. Ja, toen onderaan drugs. Nee. Ja, maar het was wel zo. Het was wel zo, hè. Ja, ik is het zo van, oh, wat. Ja. Wat een beetje zo, oh ja, toen ging ze aan de drugs en dit. Ja. Maar ja, het heeft wel veel bepaald, hè. Ik las een keer een stuk over een recensie van ons.
die LP nog stond als een dijk. Alleen de boys waren gewoon heavy junks. Nou ja, het was ook gewoon waar. Maar ja, als ik dat lees, dan flip ik wel op die krijtertering. Dat vind ik helemaal niet tof om dat te horen natuurlijk. In mijn ogen ging het fout met de LP-opname. Want daar is zoveel gebruikt gewoon in die 4 dagen tijd. Hebben we zoveel doop gebruikt dat Reinie er bijvoorbeeld niet meer uitkwam. En René ook niet. En ik ook zeg maar aan het randje hing, maar ik heb altijd nog een stap terug kunnen doen. Ik ben altijd een beetje, ja, ik wou nog altijd gewoon muziek maken. En ja, ik ben altijd een beetje meer, ja, met andere muzikanten verder gegaan, weet je wel. En zij zijn meer met de dope scene verder gegaan. Doop gemaakt? Ja? Ja, dus de energie die je erin moet steken om haar doop te kopen, kun je niet besteden aan muziek maken, zo simpel is het. Dat weet ik wel zeker eigenlijk. Ja, en op een of andere maffe manier, omdat ja, je hebt het met dat rock'n'roll. En vooral die tak van rock'n'roll waar wij dan op kicken, dat staat ook stevig van de drugs wel. Ik bedoel, dat is al, als je Keith Richards zag zo van, oh. En dat vond ik ook geweldig interessant hoe ze eruit zagen wel. Van dat, ja, je kon gewoon zien dat er iets was wel. Drugs speelt toch een belangrijke rol in de band? Ja, misschien voor hun toe. Ja, moet je accepteren. Wat kun je ervoor zeggen? Jongens, net wat ik zei, ze zijn ouderwijs genoeg. En als mensen daar mee bezig zijn, dan moeten ze het allemaal zelf weten. Het is hun eigen verantwoording, hun eigen lichaam. Gebruiken ze drugs? Dat wist ik niet. Ja, ongetwijfeld. Er was in die tijd natuurlijk wel, ja, net zoals in deze tijd. Hebben jullie dat dan kapot gegaan? Weet ik niet. Een combinatie van allerlei dingen, denk ik. En ik denk van dat onderdeel, de drugsonderdeel, zal ongetwijfeld, dat gaat niet goed. Ik bedoel, als je muziek wil maken, dan betekent dat niet wat meestal heel goed mensen denken van alleen maar feest. Het is ook hard werken gewoon. Een kopje bij elkaar houden. En dat is belangrijk. Als je dat verliest. En dat kan inderdaad door drank, drugs, noem het maar op. Iedereen die heeft het wel gehad en dan gaat het mis. Er werd gewoon ontzettend veel gebruikt. En ik ook hoor, niet zoveel als hun misschien. Ik wou altijd nog even met andere dingen doen, zeg maar gewoon, weet je wel. Ja. En daardoor heb ik me altijd een beetje afstand kunnen nemen. Maar ik ben op een gegeven moment ben ik eigenlijk gewoon gevlucht met het werk van als ik in het buitenland blijf werken, dan is het gebruik van drugs sowieso een stuk minder, weet je. Veel in de gevangenis, veel criminaliteit en veel drugs. Veel kraakbaan, zwerm, in het bos wonen, ik heb in Groningen heb ik het geprobeerd, ik heb het in Leeuwarden geprobeerd. Ik heb er overal een puin over mij. En dat heb ik natuurlijk jaren doorgaan tot aan 2003. Toen ben ik hier gekomen. Tenminste vanuit het ziekenhuis hierheen. En vanuit die periode zit ik hier. En nu werk ik hier. Ja, ik heb al een periode gehad dat ik wel vaak vast zat. En dan was het, omdat je, ik ben verslaafd, dus ja, dan moet je geld voor hebben. En dan bedenk je allerlei manieren om aan geld te komen. Hoor. Ik heb wel een voorstelling van maak toch, ja. Ik heb de hele tijd ook, had ik geen gitaar. En dan wordt gitaar heel belangrijk als je geen gitaar hebt. Ja. Dus heb ik ook heel domme dingen gedaan, zoals. Je woont in hem. En je bent muzikant en er is maar één muziekzaak in hem. Prins. En dan, zij kent mij ook, ja, dus ja. Dus ik en dat Prins, paam, ik struikelde aan de raam. Ik heb veel medicijnen opgevreden, zo, dus ik trapte er zeker aan de raam in en inbreekt. En 2 keer heb ik gedaan, hè. Gewoon om gitaar te stelen, maar het is 2 keer mislukt. Maar dat zijn hele kut dingen wel, want kijk, ik speel een gitaar, maar ik kan ook niet meer terecht bij Prins. Het is maar één muziekzaak. Dus als ik bijvoorbeeld snaren moet hebben, dan moet ik ook iemand die ik ken vragen, want ik heb een snaren van mijn hand. Ja, we zijn ook nooit officieel uit elkaar gegaan, want als we elkaar tegenkwamen, we wilden altijd nog wel, we gaan weer spelen. Ja.
En René die had altijd nieuwe nummers. En die nummers die heb ik een keer van hem gekopieerd om te zorgen van dat ik ze heb, dat als iemand er iets mee wil. Want ja, René, dat is voor mij zo'n goede tekst schrijven. Dat als mensen er misbruik van zouden maken, dat ik kan zeggen, nee, ik heb ze ook. René heeft ze geschreven, dat ik weet niet hoe ik dat kan vastleggen. Ik heb daar geen geld voor. Misschien worden ze een keer opgenomen, ja, je weet het nooit. Hij heeft zelf al een paar opnames gemaakt, dus het is eigenlijk al, denk ik, ergens wel safe. Maar ja, mocht hij het kwijtraken, ja. Ik denk, als er iemand bij was geweest die het een beetje beter kon regelen dan wij zelf, dan was er misschien veel langer gespeeld geweest, want dan hadden we misschien altijd kunnen doorspelen, dan hadden we misschien wel geld gehad, dan was er misschien niet zoveel, dan was het met de drugs misschien heel anders gegaan, weet je wel. Dan kan het heel anders lopen, want dan is er al iemand die regelt dat je speelt. Er is iemand die zorgt dat alles geregeld is, weet je wel. En ja, ik weet niet, voor mij is het altijd het gevoel van, het is misschien dom, maar als wij daarin een begeleiding hadden gehad van een manager of weet ik veel wat. We hadden ze nuchter geweest en het leuk gevonden om samen dus de boer op te gaan. We hadden ze daarin kunnen komen, zeker, onroepelijk. Ja. Als ze denk ik regelmatig toch wel wat te doen hadden gehad, dan hadden ze best wel een heel eind kunnen schoppen. Maar omdat er bij tijden wel toch wel eens rustperiodes in zaten, ja, dan wordt het wat minder natuurlijk en dan valt het wat terug. Ja. De energie spat er in ieder geval vanaf. Ik bedoel, de energie spat er vanaf. En ik denk dat, omdat, nou ja goed, veel nummers dus de solo te eenvormig is, maar een stuk of vier ervan kan je er zelf uit halen. Als je die vandaag op een plaatje zit, wat is dat? Is dat een nieuw Engels, een neopunk of hoe je dat beest ook noemen moet, zeg maar, weet je wat? Is dat een nieuw Engels beentje? Denken ze gelijk. Ja. Ja. Eind jaren 80 verdwijnen de Schizzo's van het toneel. René blijft al die jaren nummers schrijven. In 2008 wordt een aantal van die nummers vastgelegd op de cd Overcome Oblivion. En voor het eerst, na ruim 20 jaar, staan de Schizzo's weer op het podium. Zonder bassist Despo, maar met een oude bekende van de band, Marco Geerdink. Eerste reactie, man. Ja, was wel te gek. Ja, het klonk goed, toch? Dat hoorde ik van iedereen. Ja, het was ook gewoon te gek om te spelen. Nou, nieuwe nummers, oude nummers. Gewoon om samen weer te spelen naar podium. Gewoon een kick. Kijk, het is wel zo, als het gevoel, dat hebben we vast en zeker nog. Dat moeten we niet filteren. Wat dat betreft hadden we echt ook overal schijven. Ja. Iedereen had schijven. Ja. Zit er op mijn rug, bijna super cool.